De woningbouwverenigingen Le Vier en de Huismeesters voeren per 1 juli de inkomensafhankelijke huurverhoging in. De huurverhoging kan oplopen tot 6,5 procent. Het gaat om huurders die eigenlijk te veel verdienen om in een sociale huurwoning te zitten. Patrimonium beslist hier volgende week over. Nijestee gaat de huren voor de zogeheten scheefwoners niet extra verhogen. De volleyballers van Lycurgus worden zaterdagmiddag in het Alfa College Sportcentrum in het zonnetje gezet. Die Kurgers wist afgelopen week einde tegen Landsteden Zwolle net niet de landstitel binnen te slepen. Desondanks vindt de clubleiding dat die Kurgers een prima seizoen heeft gedraaid en wil de spelers daarom bedanken. De festiviteiten beginnen om kwart voor drie en iedereen is welkom.